Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Marlie Huijer, emeritus hoogleraar publieksfilosofie. Marlie, welkom. Dankjewel. Ik weet dat jij al een boek aan het schrijven was, een tijdje terug, over religie. Dat klopt. Deze moest tussendoor. Ja, kijk, het was bijna klaar toen het coronavirus Nederland bereikte. Ja. Maar ik zat er eerlijk gezegd wel een beetje in vast. En vervolgens kwam die epidemie en ja, weet je wel, niemand was op dat moment met religie bezig. En ik heb dat stilgezet toen. Ja. En vervolgens, een jaar later, kreeg ik de uitnodiging om iets te schrijven over de toekomst. Dat is een hele serie over de toekomst. En toen dacht ik, ja, laat ik dan mijn commentaar op hoe we omgaan met die COVID-19-epidemie, laat ik die dan uitwerken, maar dan veel breder in hoe gaan we eigenlijk met sterven om. Ja, want hier gaan we het over hebben. De toekomst van het sterven, in mei uitgekomen van dit jaar. Vitale ideeën voor de wereld van morgen, dat is waarschijnlijk de reeks waar het in verschijnt. Je hebt je inderdaad gewaagd aan een onderwerp wat ook wel met enig taboes omgeven is. Ja. Ik merk dat ook wel in bepaalde reacties op het boek. Hè. Soms heel fel. En, toen had ik het nog niet gelezen. Ik denk, nou, ik ben dan benieuwd. Maar ik vond het eigenlijk een menslievend boek. En absoluut ook niet een boek wat nou zomaar schreeuwerig allerlei theses rondwerpt. Ik bedoel, je haalt op een goed moment Agamben aan. Ja, dat is af en toe wel van dik hout zacht met planken. Dat zeg ik er ook bij, hè? Dat zeg je er ook bij. Nee, maar dat is helemaal niet de toon van jouw boek. Nee, dus die felle reacties verbazen me ook wel. Terwijl het een hele serieuze thematiek is ook, die je neerlegt ook voor de toekomst, hè? Waar je boek ook mee eindigt. Ja, nou is het wel zo, wanneer je als vrouw een standpunt inneemt in het publieke domein en je begint enige bekendheid te krijgen, dan krijg je ook commentaren van, oh jee, zij is, weet ik veel, hard, aanmatigend. Je krijgt als man ook hebben, hoor. Vermoedelijk. Maar ja, kijk, ik heb zelf ook, dit boek is zo geboren vanuit ervaringen. Ja. Ervaringen van stervenden om me heen, ervaringen als arts. Vanuit onderzoek wat ik gedaan heb, waar ik mensen heb geïnterviewd over sterven. Dat ik het denk van ja, maar er zit helemaal geen hardheid achter. Nee. Het is veel meer dat ik ben echt heel erg nieuwsgierig van hoe gaan mensen om met het sterven. En in hoeverre worden we door de cultuur waar we in leven en de denkpatronen waar we in leven steeds meer, zeg maar, daartoe gedreven om juist niet met die sterfelijkheid bezig te zijn. Ja, dat is natuurlijk ook een thema wat in de 20e eeuwse filosofie al speelt. Hè. Denk aan Heidegger's, hè, dat het gereden, het uitwijken, vluchten voor de dood. Wat mij ook trof eraan is dat het, je maakt het heel persoonlijk. Ook in zowel naar de lezer, maar ook wat jezelf betreft. Je brengt echt jezelf in het spel. Je leert ook Marlie weer op een andere manier kennen. Ja. Zo wist ik bijvoorbeeld niet dat ook jouw vader toen eigenlijk vrij jong is overleden. Je beschrijft dat ook. En dat voor jou ook zowel een reden is geweest om in medicijn als in filosofie je te verdiepen. Nou, eigenlijk ben ik daarna filosofie gaan studeren. Kijk, dat is een samenloop van omstandigheden. Ik had geneeskunde gestudeerd. Heb daarna, omdat er toen al heel erg lastig was om snel door een opleiding heen te gaan, moest ik lang wachten op mijn huisartsopleiding. Toen heb ik gewerkt bij de Amsterdamse Junkiebond. En dan doe je die huisartsopleiding, is je vader voor die tijd al overleden. En dan blijkt daarna dat er te veel huisartsen zijn en dat je in Nederland niet terecht kan. Toen ben ik weer methadonarts geworden. En dan,
denk je van, nou, dit ga ik niet mijn hele leven doen. Dat is te saai. Ja. En vervolgens ben ik filosofie gaan studeren. En dan is het natuurlijk raar. Iedereen denkt, ja, filosofie, daar krijg je nooit werk in. Ja. En wel in geneeskunde. En vervolgens, ik was nog niet klaar met mijn studie. En hoppatee, ik kreeg een baan. En kon ik ook vrij snel promoveren. En nou ja, ben ik binnen een tiental jaar ben ik hoogleraar filosofie geworden. Ja. Dus het is een rare switch. Enerzijds omdat er geen behoefte aan huisartsen was. En anderzijds dat door de dood van mijn vader, die altijd filosofie had willen studeren, ja, precies, na zijn 65ste, dat je denkt van, ja, kennelijk moet je ook niet wachten totdat je dood bent om van het leven te genieten. Ja. Hè? Of om met Seneca te spreken van, consumeer het leven voordat je dood bent. Ja. Nee, maar dat trof me wel, hoe je dat beschreef. Ook dat het ook op een bepaalde manier een soort, nou ja, bijna eerbetoon of een in je vader indachtig zijn is, ja, waarmee je dat filosofie bent gaan doen ook. Ja, dus je beschrijft in het boek eigenlijk de, je zou kunnen zeggen, de moderne of postmoderne omgang met het sterven, met eigenlijk ook de negativiteit, om met Han te spreken. Ik ga hem toch ook nog eventjes in beeld houden. Door de Nieuwe Wereld uitgegeven. Je haalt Han trouwens ook nog wel even aan. Het boek vertoont ook enige overeenkomsten. Tegelijkertijd is het echt je eigen verhaal. Maar één overeenkomst is ook wel die rol van de negativiteit. Dus het ook een thema wat mij erg aanspreekt. Ik heb een eindscriptie geschreven 1991 onder de titel Leven en Dood. Het wezen van de geest in Hegel's Phänomenologie des Geistes. En dat ging precies over die rol van de negativiteit als iets productiefs. En ook in de lijn van Han analyseer je samen met Foucault en hoe je eigen ervaringen. Hoe die dood ook als het negatieve bij uitstek. De nichtige grond einer Nichtigkeit, zou ik met Heidegger bijna zeggen. Hoe die nietigheid op allerlei manieren ook eigenlijk wordt verdoezeld of wordt verhuld. En dat is voor jou een niet alleen een onwaarheid, maar ook eigenlijk een verlies. Ja, dan zou ik dan wel als aanvulling op wat je zegt willen zeggen. Kijk, negatie heeft natuurlijk heel veel betekenissen. En je kan iets als negatief duiden. Je kunt het ook ontkennen, alsof het niet bestaat. Of je kunt het zelfs proberen te vernietigen. Dat je bij wijze van spreken de dood uit het leven wil hebben. Ja, dat is ook een lijn die je nog op een gegeven moment bespreekt. Ja. Dan zie je natuurlijk in de samenleving dat je enerzijds heb je een groep transhumanisten en verouderingsgeneeskundigen die eigenlijk de hele dood uit het menselijk leven willen hebben. Dus dat is die negatie als voorkomen elimineren. Dan heb je een aantal mensen die proberen om die geen betekenis te geven, om die betekenis of in elk geval minimaal te maken. Dus te proberen dat je zo lang mogelijk leeft en dan dat sterven moet maar even heel snel gebeurd zijn en dan heb je daar tenminste geen last van. Ja, rechthoekig leven noem precies, je dat. Ja. Dan heb je natuurlijk de volledige ontkenning, ik wil er niet mee bezig zijn. Heidegger het men noemt, men wil er in het alledaagse niet meer bezig zijn. Wat ik overigens ook geheel onderschrijf, hè. Je moet niet echt elke dag met de dood bezig zijn, maar af en toe een goed gesprek erover kan echt helemaal geen kwaad. Als je in al die vormen van negatie, betekent het eigenlijk dat je het waardevolle van de sterfelijkheid niet onder ogen ziet. En die sterfelijkheid heeft wat mij betreft wel degelijk een belang, al is het alleen maar omdat wij als mens gewoon echt sterfelijke wezens zijn. En niet alleen sterfelijk, maar ook geboortelijk. He, dus wij worden geboren en wij sterven. En dat is de conditie bij uitstek van het menselijk bestaan. Dat wij kortstondig op deze wereld zijn, dat we verschijnen en verdwijnen. En dat dat misschien ook wel de schoonheid van het bestaan aangeeft. En nu kun je er wel naar streven om die dood zo ver mogelijk buiten je denken, maar misschien wel sowieso buiten het leven te zetten. Maar dat heeft onvermijdelijk consequenties voor hoe je naar het leven kijkt. Want het menselijk leven is ook een eindig leven.
Ja, 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 kijk, enerzijds merk je natuurlijk dat we daarin ook onszelf heel erg centraal zijn gaan stellen. Dat is ook een lijn die ik ook mooi vind in jouw bespreking. Hè, waarin je eigenlijk zegt, ja, die dood is niet alleen van mij. Hè, dat is bijna tegen de existentiële jemanigkeit, zoals je die bij Heidegger tegenkomt. Nee, maar is al eigenlijk een relationeel fenomeen. Natuurlijk is het jouw dood, maar tegelijkertijd draag je daarin bepaalde verantwoordelijkheid voor die omgeving. Dus dat is een, we zeggen, een voorbij een existentieel standpunt. Aan de andere kant kun je natuurlijk zeggen dat juist met onze dood wij ook ruimte maken. Het is een term die ik niet helemaal tegenkom bij jou nog, maar ik denk wel dat je langs die lijn ook denkt. Want het is, je geeft de nieuwe generatie ook de ruimte, hè, bijvoorbeeld door te verdwijnen. Ja. Dus het is dus die beweging van opkomen, verdwijnen, ja, daar zit ook. Je verwijst naar die, hoe heet die goede voorouder of die man die Roman Krsnárek. Ja, ja. Hoe spreek je het uit? Krsnárek. Ja, dan, ik kon het moeilijk onthouden. Maar inderdaad een naam die je tegenwoordig al vaker hoort. In verband met dat, die verantwoordelijkheid die je draagt ook voor de navolgende generaties. Maar ja, het zit er ook wel in dat je gewoon ruimte maakt. Ja, het is ruimte maken, maar het is ook, kijk, dat vind ik mooi aan het boek van Roman Krsnárek, dat hij ons oproept om op de lange termijn te denken. Ja. En je bent als mens natuurlijk heel erg geneigd om je eigen ikje in het heden centraal te stellen. En ja, de meeste mensen, doe je psychologisch onderzoek, die kijken ook niet veel verder dan een paar dagen vooruit. En hij zegt van, nee, eigenlijk moet je continu lange termijn denken. En daar kun je jezelf ook in trainen. En binnen dat lange termijn denken ga je natuurlijk onmiddellijk zien dat jij gewoon iemand bent die in een keten van generaties, die daar onderdeel van is. En dat betekent inderdaad dat je accepteert van ja, jouw leven begint, maar het eindigt ook. En er zijn mensen aan vooraf gegaan, voorouders. En er zijn ook kinderen, kleinkinderen of misschien je leerlingen of wat dan ook, die op jou volgen. En ja, dat geeft een zekere, ja, ik weet niet of je het nederigheid moet noemen, maar er zit wel een aanvaarding in van dat je een element bent wat van een ketting die voor en na jou is. En dat je daarin dus ook plaats maakt. En dat plaatsmaken, kijk, je hebt het veel over Heidegger, maar ik vind het denken van Hannah Arendt zo interessant, die zich afzet tegen de enorme aandacht die de sterfelijkheid krijgt in vanaf Plato, maar ook bij Heidegger. En de geringe aandacht die er is voor de geboortelijkheid. Ja, nee, dus daarom begon ik juist naar die andere kant ook. Hè? Dus ik ben geen Heideggeriaan, hoor. Dat is, laat dat ook duidelijk zijn. Het is niet voor niets dat ik zo op de Grieken heb teruggegrepen. Dat is dat doet Heidegger ook. Ja, dus. Nee, maar wel op een andere manier. Ja, niet zozeer de ethica, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat klopt natuurlijk. Hè? Dus die verbinding die jij ook voortdurend benadrukt, dat is natuurlijk ook bij uitstek ook iets wat Arendt ook steeds inbrengt. Nou ja, wat Hannah Arendt laat zien, kijk, als je het hebt over dat plaatsmaken, zij zegt van ja, eigenlijk is die geboortelijkheid, het feit dat je als mens steeds een nieuw begin kunt maken, waar zij dan, wat zij herleidt tot Augustinus, kerkvader Augustinus, even uit mijn hoofd, vierde, vijfde eeuw voor na Christus. Christus, ja. En voor haar is dat het kenmerk bij uitstek van wat mensen zijn. Dat ze een nieuw begin kunnen maken. En dat begint met dat je geboren wordt. En je bent, hoe je het ook bent verkeerd, een uniek wezen. Er is nooit iemand voor jou of na jou, of ook niet tegelijk met jou geboren, die precies hetzelfde was. En omdat jij een uniek wezen bent, zet je een proces in gang wat volstrekt nieuw is. En dat doe je niet alleen maar met de geboorte, maar dat doe je eigenlijk elke keer als jij in het publieke domein iemand tegenkomt die bij wijze van spreken aan jou vraagt van wie ben jij, waar sta jij? En steeds opnieuw is dat een nieuwe geboorte waarbij je iets nieuws in gang zet. En die waardering voor dat concept van de nataliteit, van een nieuw begin kunnen maken, impliceert dat je als je
op mijn leeftijd ben of nog ouder, dat het belangrijk is om te zien dat er dus nieuwe generaties komen die nieuwe beginnen maken. En stel je nu voor dat we allemaal onsterfelijk zouden worden vanaf nu en dat daar geen nieuwe generaties meer zouden komen, dan kun je er vergif op innemen dat ik misschien wel 10 keer mijn huis wil opknappen, maar geen 100 keer. Ondertussen slijt alles wel. Dus we hebben nieuwe generaties nodig die steeds opnieuw bereid zijn om die wereld waar wij in verschijnen en verdwijnen, om die op orde te houden, om die weer opnieuw aan te kleden, nieuw vorm te geven. En dat kan niet anders dan wanneer de oudere generaties plaatsmaken. Ja, nee, absoluut. Dus ook de dynamiek van Puer en Senex die zich daarin herhaalt, die eigenlijk beide op elkaar afgestemd moeten zijn. Ja. Nou, we gaan het dadelijk wat dat betreft ook nog wel even hebben over de coronacrisis. Want daar is misschien ook wel iets misgegaan in die verhouding. Maar voordat we daar toe overgaan, terug naar meer het begin van je boek. Waarin je eigenlijk heel uitdrukkelijk ook aandacht vraagt voor, je zou kunnen zeggen, de tijdelijkheid van het bestaan. En dan niet alleen maar in termen van de sterfelijkheid of de eindigheid, maar ook heel de idee van levensfase. Of dat alles zijn tijd heeft, om aan de prediker te spreken. Wat, ik verwees al, zelfs die notie kom je bij Heidegger eigenlijk niet echt tegen. Hè, maar dat idee van die verschillende periodes ook, die je aanhaalt. Waarom heb je voor die invalshoek gekozen eigenlijk? Nou, allereerst, ik heb vanaf de jaren, 2000... ben ik heel lang met tijdsfilosofie bezig geweest. Ja. 10, 20 jaar, denk ik. 15 jaar. Ja, ook een boek geschreven. Een boek over ritme geschreven. Dus het is iets wat me altijd fascineert. Tijd is zo'n lastig te begrijpen begrip. En ook in het dagelijks leven is het natuurlijk, het ene moment denk je dat iets uren duurt, en ander moment 1 seconde, terwijl het in kloktijd even lang is. Nou, die discrepantie, dat onze ervaring van tijd niet synchroon loopt aan de kloktijd, die blijf ik de hele tijd fascinerend vinden. En mijn wat je inbrengt over die levensfase, dat komt in het geheel niet van Prediker, maar dat komt uit de antieke filosofie. Dat komt al bij de Stoïcijnen en de Epicuristen voor. Dus ik noemde even alles zijn tijd, het zit natuurlijk ook wel in Prediker, niet dat het jouw bron is. Maar dat idee is natuurlijk ook een soort correctie op een mensbegrip waarin je, laten we zeggen, niet zijn biologische gefaseerdheid centraal stelt, maar bijvoorbeeld zijn vrije wil. Ja. Dus jij, wat dat betreft blijf je bij het lichaam ook, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is absoluut waar. Ik zou dat niet biologistisch of biologisch noemen. Nee. Maar het is absoluut waar. Kijk, als het nu zo is dat iemand van 90 een nieuwe hartklep krijgt, dan zijn veel mensen geneigd om te denken, oh, dat lichaam is weer helemaal intact. Ja. Maar dat is niet zo. Die nieuwe hartklep wordt gezet in een lichaam wat 90 is. En er is een onderzoeker die op een rij heeft gezet. Gebeurt dit veel trouwens? Ik heb geen idee. Oh ja, dit soort dingen zullen heus gebeuren. Okay. Ja. Er is een onderzoeker die op een rij heeft gezet vanaf 1900 tot ongeveer nu. Hoe het zit met die laatste fase, waarin wij steeds kwetsbaarder worden voor allerlei ziektes en aandoeningen. En die laat zien dat hij eigenlijk, dus dat hij vanaf 1900 zo rond het 71-72ste jaar begint. Dan, hij maakt hem dan rood, die laatste fase. Dus dat begint een beetje roze en dan bij 100 is hij knalrood. Bij 1900 loopt die grafiek waarvan sterven, loopt dan zo dat maar een heel klein aantal mensen sterven in die rode fase. Nu sterven mensen juist allemaal in die rode fase. Het lastige is dat wij allemaal denken dat we niet in die rode fase zitten. Dat we nog steeds in die gezonde fase zitten. Maar we zitten vanaf ons, vanaf 65 begint het al wat, krijg je al wat klachten. Vanaf 75 gaan die je belemmeren in het dagelijkse functioneren.
Maar zo zeg maar vanaf 72 zit je in die roze, geleidelijk aan rode fase. Ja, we rekken de ongezonde jaren. We rekken dus de ongezonde jaren waarin we gevoeliger zijn voor virussen, gevoeliger zijn om kanker te krijgen, om dementie te krijgen, om Parkinson te krijgen. En je ziet dus ook dat steeds meer 80-plussers bij de huisarts aankloppen die dat allemaal maar moeten zien te regelen. Dus die zorgvraag in die laatste levensfase is heel groot. En dat heeft te maken met dat biologische lichaam. We denken natuurlijk dat we met de technologie dat lichaam weer volledig nieuw kunnen maken. Maar daarin lijken we toch heel erg op auto's. He, ook een auto kun je wel voortdurend alle onderdelen vervangen. Maar ondertussen valt die toch uit elkaar. Want er hoeft maar één klein dingetje te zijn wat het niet doet. En hij is niet meer te repareren. En ik wil het menselijk lichaam absoluut niet vergelijken met een auto. Maar het is wel zo dat hoeveel je ook repareert, er altijd cellen, noem maar op, zijn die gewoon echt 90, 95 of 100 jaar zijn. Ja, nou als je nou helemaal naar dat Griekse denken terug zou gaan, dan zie je ook dat, ook bij Plato bijvoorbeeld, dat niet alleen dat lichaam verandert, maar eigenlijk ook onze ziel of onze geest. En dus dat er ook een bepaald soort, zou ik kunnen zeggen, mentaliteit of instelling zich met dat lichaam meebeweegt. Het lijkt ook alsof jij daar op bepaalde punten in je verhandeling ook wel aan raakt. Dat je zegt van ja, je moet ook op een bepaalde leeftijd, horen er eigenlijk ook een bepaald soort andere gedachten op te komen. Ja. Kijk, het zit op meerdere punten. Het zit bijvoorbeeld in het verhaal over die Amerikaanse oncoloog en bioethicus. Die zegt, ik wil na mijn 75ste wil ik geen enkele behandeling meer. En een van zijn overwegingen is van ja, eigenlijk word je dan ook een ander persoon. Ja, je herinnert je geheugen wordt slechter, je creativiteit wordt minder. En ik wil niet zo herinnerd worden. Het zit ook er zit nog ergens in het boek zit het. Ik weet het alweer. In het politieke. Ouderen maken andere politieke keuzes dan jongeren. Zijn minder geneigd om in Europees verband te denken. Zijn minder betrokken bij de klimaatcrisis. En nu wil ik echt heel veel oudere mensen die juist wel daarmee bezig zijn, absoluut niet beledigen. Dit gaat natuurlijk altijd over de gemiddelden. Van de jeugd komt meer vernieuwing en verjonging dan van de ouderen. Waarmee ik die ouderen die wel weer met allemaal nieuwe plannen en handelingen komt, absoluut niet wil beledigen, want die zijn er wel degelijk. Maar overal zijn ouderen behoudender dan jongen. Ja, ja. Aristoteles legt het uit aan de hand van zijn bekende driedeling. Hè? Dus de jongeren die hyperbolisch zijn, onstuimig. De volwassenen zitten eigenlijk in het midden, meson. En de ouderen gaan naar de ellipsis weer. Naar het krimpen. Naar het een tekort. Met alle neigingen van dien. Nou, zo'n andere, bijvoorbeeld die je bij jongen ook wel tegenkomt, is dat bijvoorbeeld het 40ste levensjaar ook een omslagpunt is waarin je juist, en dat zit in mijn optiek ook wel in wat jij ergens waar je op doelt, waarin je juist ook enigszins, zou kunnen zeggen, van het volle leven begint los te maken om meer naar een geestelijke dimensie. De soort vergeestelijking die optreedt. Terwijl wat jij neerzetten is ook dat wij enorm hangen aan in onze cultuur aan maar zo lang mogelijk ook jong blijven, jonge dingen doen, vitaal, sporten. Het lijkt alsof je ook impliciet ook zegt van ja, maar dit kan het wordt altijd minder als je denkt dat je op je 60ste nog kunt leven alsof je 20 bent. Ja, kijk, het lastige is dat dit is het punt waar het grootste taboe op zit. Ja, dan lijkt het me wel leuk om er even over te hebben. Omdat, kijk, in de eerste plaats schrijven heel veel mensen mij, ik ben nog helemaal vitaal en ik kan alles nog. Ja. En op, ik bedoel, er zijn overigens ook heel veel mensen die zeggen van nee, u heeft helemaal gelijk en ik ben blij dat u dit op deze manier opschrijft. En er zijn mensen die juist inderdaad als ze 70, 80 zijn nog bij wijze van spreken hun eerste liefde, iets voorkomen romantisch of iets voorkomen creatiefs willen neerzetten.
Er zijn twee niveaus. Het ene is wat zeg maar de denktraditie is in onze cultuur. Wat is eigenlijk het denksysteem of het discours waar wij in spreken? En de andere is van wat, als je empirisch onderzoek doet, hoe handelen wij? Ik richt mij feitelijk op dat eerste. Dus ik laat zien van wat komt er in de media naar voren? Er zijn veel meer verhalen over nu in de kranten over mensen die 100 jaar zijn. En, ja. Dus er worden overal, nergens worden verhalen verteld over oude mensen. Ja, en daar zouden we dan moeten. 100 up. Ja, ja, precies. Ook zo'n verhaal als dat iemand op zijn 80ste weer verliefd wordt en dat doet het ongelooflijk goed. Dus dat ideaal van inderdaad heel jong blijven terwijl je oud bent. Terwijl de werkelijkheid inderdaad is dat dat biologische lichaam flink aan het aftakelen is. En absoluut niet meer het lichaam van een 20-jarige is. Dat doet het in het denken heel erg goed. En het zou me niet verbazen als we bewegen naar een denken waarin dat alleen maar sterker wordt. Omdat we, hoe je het ook bent of keert, steeds ouder worden. Ja. En dat gaat niet veranderen. Ik bedoel, we nog steeds. En dus als 2050 zijn we, is de gemiddelde levensduur ongeveer 86. Dan moeten we nog maar weer afwachten. We weten niet wat voor virussen dan weer op ons afkomen. Nou, ook de COVID heeft daar relatief weinig invloed op. Dus het zit in dat denksysteem. En dat er ondertussen in de empirische werkelijkheid allerlei mensen zijn die proberen dat kritisch te benaderen of proberen dat anders te doen, dat zal ik zeker niet tegenspreken. Maar een ideaal wat heersend is in een samenleving, heeft hoe je het ook bent of keert altijd invloed op hoe wij ons gedragen. En dat is wat ik natuurlijk wil laten zien. Ja, nee, zeker. Dus ik heb ergens een essay in Tijd van Onbehagen, waar ik het boek van Bly, The Sibling Society, aanhaalt. Waar eigenlijk al diezelfde tendens ook wordt besproken. Van van siblings. Dus niet zozeer meer verticaal door het leven gaan, zoals hij het noemt. Hè. Dus van jongeling naar volwassene en ouder. Maar eigenlijk in een soort horizontale verhouding terechtkomen. Ja. Waarin inderdaad ook dat ideaal van jongheid heel belangrijk is. Nou vind ik zelf ook wel dat jij bent op een bepaalde manier ook nog jong, hè, in een andere zin, snap je? Dus het is, je hebt natuurlijk jong en jong en oud en oud. Hè? Dus dat haal je ook aan wanneer je op een gegeven moment Nietzsche bespreekt. Er zijn ook jongeren die eigenlijk al heel vroeg heel oud zijn. En ook ouderen die dus. Maar dat is een ander soort jongheid dan geblondeerd en op rollerskates. Ik zou hier zeggen, als het over jong en oud gaat, dan gaat het enerzijds over dat biologische lichaam. Ja. Een biologisch lichaam van 20 is echt een heel ander lichaam dan het lichaam van een 75-jarige of van een 67-jarige zoals ik. Ik voel mijn lichaam ook echt heel anders dan toen ik 20 was. Dus dat is het ene, van dat je in die zin niet meer jong bent. En het andere is, waar je het eerder over had, die levensfases. Ja. Het is natuurlijk zo dat je als je 70, 80 bent, dat je terugkijkt op een leven waarin je door bepaalde fases bent gegaan. Een heleboel dingen kun je maar één keer doen. Je kan maar één keer eindexamen van de middelbare school doen. Nou, dat is vast nog wel een uitzondering, maar je kunt maar één keer een eerste liefde hebben. Nou, zo zijn er allerlei dingen. Je kan maar één keer een eerste kleinkind krijgen. Een tweede keer is altijd anders dan een derde keer, of dan een eerste keer en een derde, weet je wel, dat wordt ook allemaal minder interessant. En als je terugkijkt, dan kijk je terug op een leven waarin verschillende fases zijn, waarin je dingen hebt ervaren, waar je van geleerd hebt. En elke fase, dat komt dan van de antieke filosofen, heeft een bepaalde duur, heeft bepaalde verwachtingen, heeft bepaalde gedragingen. En in die zin zou ik denken van, je kunt wel zeggen van, nou, ze ziet er relatief jong uit of juist oud, weet ik veel. Maar het gaat erom dat ik nu een levensfase in ben gegaan die ongeveer mijn leven gaat afronden. En ik vind het dan interessant om na te denken over wat is het verhaal van mijn leven, vanaf misschien zelfs mijn grootouders tot nu. En
wat is de afronding? Hoe vertel je het einde van dat verhaal? Nou ja, het is natuurlijk ook zo dat het verhaal dat je hier schrijft en hoe je spreekt, bijvoorbeeld ook met betrekking tot zo'n coronacrisis, is eigenlijk jouw mond natuurlijk toch een ander verhaal dan van een 20-jarige. Ja, ja. Dus ook in dat opzicht krijg je een ander soort recht van spreken of wordt dat spreken anders geladen. Wat inderdaad te maken heeft met die rijkdom van ervaringen, maar ook dat je fase afgelegd hebt. Ja. Hoe kijk je nou naar het optreden van de Stones? Ja, sorry, het lijkt mij zo saai om je hele leven lang I Can Get No Good Satisfaction te moeten zingen. Ja. Werkelijk. En dan zie ik Mick Jagger die dan de hele dag nog aan het trainen en oefenen is. Dat is bijna het voorbeeld van zo'n... Maar toch heeft het iets, hè? Maar ik tegelijkertijd heb ik datzelfde van jeetje, weet je wel. Van, wordt het niet tijd om... iets anders te Kijk, doen, maar... Kijk, ik vind dat je... Ik schrijf op een gegeven moment over Keith Richards. Van de sterk de vraag van hoe lang moet je nou blijven leven? Want kijk, om die levensduur vast te stellen... is het mijns inziens wel belangrijk om met je omgeving te overleggen. En dus ook je omgeving daar een stem in te laten hebben. Want het leven krijgt betekenis omdat je onderdeel bent van een netwerk van relaties. Van mensen die voor jou ook betekenisvol zijn. En dan... Ja, dan vind ik het dus, zou ik zeggen, nou, dan is het ook gezien die betekenis van belang dat een gezamenlijk besluit is. Dat je op een gegeven moment besluit, ik ga geen behandelingen meer ondergaan. Of zoals bijvoorbeeld in de documentaire over, ik weet niet of je die gezien hebt, over Floor Haak, een man van 86, die besluit om te stoppen met eten en drinken. Ja. En dat gedaan heeft met zijn hele omgeving, uitgebreid besproken. En nou ja, dan ook... vind ik, mijn zin, een heel mooi sterfbed heeft. En dat met elkaar besluit van nou, dit op deze manier is het nu klaar. Ik ben even je vraag kwijt. Nou, dus we begonnen even over de Stones. En jij, was de... Nee, sorry. En dan is dus mijn vraag van ja, maar als je gaat zeggen dat je omgeving mee mag praten daarover, of dat het belangrijk is dat zij daar... Ja, dat ze in elk geval kunnen zeggen of ze dat verschrikkelijk vinden, of ze daarmee akkoord zijn of niet. Dan kun je natuurlijk afvragen van ja, maar voor wie moet daar allemaal dan iets over te zeggen hebben? En mogen bijvoorbeeld de fans van Keith Richards of van Jagger, mogen die dan roepen van nou, jij moet 100 worden? Ja. En dan zou ik zeggen, nee, het gaat toch echt om de intieme relaties, de mensen waar je in het dagelijks leven... betekenisvolle relaties. Maar dat heeft denk ik ook wel iets te maken met een bepaalde vorm. Ik was in mijn 20 jaren ooit in Cadiz bij een... dat was een flamenco festival. En daar kwam een oude zanger kwam daar. En die ging op een stoel zitten. En dat had dus helemaal niet... Die sfeer, zeg maar, die als ik dan nu kijk naar Jagger, en ik vind het imposant hoor, ik bedoel, hij is goed bij stem en hij staat inderdaad nog. Maar het is een soort herhaling van wat hij deed toen hij 25 was, snap je? Ja, ja. En dan moet ik inderdaad ook aan jouw thema denken. Bij die man, dus die flamenco, was een dikke man, was dat die flamenco echt vanuit het diepst van zijn tenen zong. En, alleen het was iets anders. Hij deed ook niet meer de poging om dat nog te doen als 25 jaar. Ja, ja. Snap je? Maar daardoor had het publiek was echt... en ik vond het ook, het was heel indrukwekkend. Ja. Maar het was wel een lied van een oude man. Ja, ja. En daarmee anders dan het lied van 25 jaar. Ja, snap je? Maar ik denk ook als jij muzikant bent en je blijft steeds spelen en ook met jonge mensen optreden en daar zit steeds vernieuwing en verandering in, dan kan juist die ouderdom een hele mooie rol spelen. Leonard Cohen zag je het ook. Ja, die werd ook van oud in zijn muziek. Ja, ja. Dylan op een bepaalde manier dat, ook, en gek dat, genoeg. Ja. Ja. Maar en dat is eigenlijk waar ik juist voor pleit. Dat je ook die ouderdom, die aftakeling... de veranderingen die het oudere lichaam ondergaat... dat je die ook mag laten zien. En dat je die dus niet weg hoeft te stoppen. Maar
Ja, dat je die... Kijk, als je ze niet waardeert, dan betekent toch ook al heel snel dat je de persoon die dat heeft ook niet waardeert. En daar krijg je al heel snel dat je dus niet alleen maar een uitsluiting van het lijden hebt en het sterven, maar dat ook de mensen die lijden en sterven buitengesloten worden. En daarom denk ik, ja, is het zo belangrijk om als ouderen juist wel ook dat lijden, die aftakeling te laten zien. Dat dat er gewoon mag zijn. En dat je dus inderdaad niet à la Mick Jagger moet doen alsof het er helemaal niet is. Alsof jij inderdaad nog een 25-jarige bent die hetzelfde kunstje doet. Dat vind ik niet interessant. Ja, ja. Nee, het is grappig, Dylan zingt ergens in Time Out of Mind, dat is volgens mij Heartland, My Heart's in the Heartland. En waarin hij dan beschrijft hoe hij ook zo halve neerslachtige depressie over straat loopt en dan een stel jonge lui ziet. Ja. En dan ook, heeft hij net verteld dat hij een lange leather coat heeft gekocht. Ja. En, maar dan ziet hij die jonge lui daar staan en dan zegt hij, trade places of them. Ik zou zo met ze willen ruilen. Ja. Maar ik weet dat het, hè, dus dat me niet meer gegund is. Dat is natuurlijk de vraag bij uitstek van Nietzsche. Zou je, als er een demon komt die aan jou vraagt, zou je het nog een keer allemaal op precies dezelfde manier over willen doen? Dat het eigenlijk toch de bedoeling is dat je zegt nee, want ik heb gewoon alles uit het leven gehaald wat ik eruit wil. Ik heb geleefd zoals ik wilde leven. Maar hier was het ook de pijn van dat beseffen dat dit voorbij is. Ja. Maar nog wel de enorme aantrekkelijkheid ervan zien, maar weten van... Hier ben ik niet meer. Ik wil daar wel naar verlangen, maar uiteindelijk gun ik het de nieuwe generatie dat zij nu jong zijn. Natuurlijk, ja. En ik wil niet, ik zou er zelf niet moeten denken dat ik weer 25 was. Ja, nee, dat heb ik ook. Het idee dat je weer al die fouten moet maken. En ik zou alles weer op dezelfde manier doen, maar nee, het idee dat je het weer over zou moeten doen, nee. Ja. Nee, maar ik kan me dus die melancholie die hij dan even bezinkt... Alles is voorbij, ja. Dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Het is ook een bepaald soort oprechtheid, en dat bedoel ik. Van dat je op dat moment ook niet meer doet alsof je nog daartoe besef hebt van nee... Dat ben ik niet meer. Dit is het niet meer, nee. Weet je wel? Dit is voorbij. Ja. En, maar goed... Ja, je hebt je natuurlijk afgelopen 2 jaar, ook al in een vroeg stadium, heel uitdrukkelijk ook gemengd in het coronadebat. Komt ook in je boekje terug. Zij het nu in een veel breder perspectief. Ja. Het is geen coronaboek in die zin. Maar het speelt wel, ik zal niet zeggen op iedere bladzijde, maar het speelt er wel doorheen. Het speelt op de achtergrond mee. Ja. En uiteindelijk schrijf je er ook expliciet over. Hoe kijk je zelf terug op die periode? En ook, je bent in dit boek iets terughoudender, denk ik, dan dat je erover uitgelaten hebt. Misschien ook omdat de scherpte er wat vanaf is. Maar hoe plaats je zelf de analyse die je geeft in het boek ook in relatie tot hoe je er eerder over hebt uitgesproken? Ja, volgens mij loopt het behoorlijk in elkaar over, hoor. Ik heb vanaf het begin van de epidemie heb ik me zorgen gemaakt over de sluiting van de scholen. Ja. En gezegd van ja, zoals het er nu uitziet, en dat is dus ook uiteindelijk bewaarheid geworden, is het overgrote deel van de mensen die werkelijk levensbedreigend te maken hebben met het virus, is boven de 70. En ja, is het steeds langer, of het voorkomen van de dood van die mensen, weegt dat zo zwaar dat je daarvoor het leven van jongeren feitelijk stil wil zetten. En ik vind dat een afweging die...
te snel ten gunste van de ouderen werd gemaakt. En nu realiseer ik me meteen, als ik dit zo zeg, dat je ouderen tegenover jongeren zet. Dat wil ik eigenlijk proberen te voorkomen. En ik probeer dat ook in het boek te doen door met name de ouderen aan te spreken. Van, wil je werkelijk steeds langer leven? Kun je accepteren dat je aan een infectieziekte doodgaat? Kijk, wij denken dat omdat infectieziektes zo enorm zijn teruggedrongen, met de uitvinding van antibiotica, vervolgens antivirale middelen, vaccins, dat sterven aan een infectieziekte geen natuurlijke dood is. En dat het natuurlijk is om aan kanker, dementie, beroertes of weet ik veel wat... Je beschrijft het rijtje ook, hè? Met Bets Keizer die dan de voorkeur voor kanker uitspreekt. En zeg maar dat vanzelfsprekende dat je niet aan infectieziekte zou kunnen overlijden, of dat dat niet natuurlijk is, of als dat gebeurt, dat het oversterfte is, oftewel iets abnormaals, dat... Die vanzelfsprekendheid heb ik van meet af aan ter discussie willen stellen. Want je levert aan sociaal leven, aan publiek leven, aan onderlinge contacten, lever je behoorlijk veel in als je zo zwaar lockdowns wereldwijd in gaan zetten. Dat is historisch gezien echt een novum, je op zo'n grote schaal... En met name jongeren, als we het over hyperbolen hebben, de ouderen leven al meer in zichzelf gekeerd. Ja. Het bleek ook natuurlijk dat al die sociale relaties, dat zit vooral bij de jongeren die uitgaan, die naar scholen gaan, die... Ja. Dus die werden eigenlijk bij uitstek getroffen door die maatregelen. Ouderen hebben zich ook behoorlijk eenzaam gevoeld in deze periode. Zonder meer. Ja. Maar goed, dus ik denk dat wel... Maar wat ik interessant vind, dat wil ik nog wel even zeggen. Kijk, ik heb dat het eerste jaar... Als ik dit zei, en met name toen ik zei van je hebt geen recht op een langer leven. Je hebt wel recht op om beschermd te worden tegen een vroegtijdige dood. Ja. Maar niet op een zo lang mogelijk leven. Kreeg ik heel veel boosheid over me heen. Een jaar later zei ik precies hetzelfde en was die boosheid weg. En dan zie je dat er ook in Nederland een omslag heeft plaatsgevonden. Dat de vanzelfsprekendheid van lockdowns steeds minder vanzelfsprekend werd. En dat steeds meer mensen zich gingen afvragen, ja, hoeveel is het ons eigenlijk waard om alle risico's uit het leven te halen? Je merkte dat denk ik bij de laatste lockdown ook het sterkst, hè? Januari. Ja, toen had iedereen een beetje het ermee gehad. Ben er klaar mee, hoorde je toen ook. Hè? Ja. Nou, stonden wij beide denk ik daar van meet af aan anders in. En dat raakte ook aan een soort intuïtie. Hè? Ik heb me dat bij mezelf ook wel afgevraagd. Hoe komt dat nu, ook als ik het vergelijk met anderen? En van waar put je nou uiteindelijk die oriëntatie uit? Snap je wat ik bedoel? Dus je zag natuurlijk heel veel om je heen dat ook goede vrienden van mij soms hele andere opvattingen hadden. En het was bijna alsof je een verschillend geloof had. Ja. En je kwam dus op een soort intuïtief, instinctieve laag die je vervolgens articuleert. Hè? Maar dat speelt hier natuurlijk ook wel doorheen. Bijna ook een instinct wat je verwoordt. Ja, ik zou bij mij toch echt zeggen dat het product is van decennia lang over dit thema nadenken. Er zijn ethici geweest, ik noem maar even wat, die ook al heel lang nadenken. Ja. Volstrekt het tegendeel hebben betoogd. Ja, dus, klopt. Dus ook in dat nadenken volg je ook een intuïtie. Dat vind ik lastig hoor, want ik weet wel dat toen ik 19 was en via mijn geneeskundestudie Ivan Illich las over de enorme bijwerkingen die medische behandelingen heeft. En ook beladen over... naam trouwens, Illich. Waarom? Ja, dat is toch die Russische denken? Nee. Het is het niet. Het is okay. Ivan Illich is een Mexicaanse priester, theoloog. Goed dat je het zegt. Ik verwarde me even toen Dat is een heel ander... Oké. Okay. Nee.
Nee, en Ivan Illich heeft heel duidelijk laten zien hoe de geneeskunde steeds meer domeinen van het gewone leven tot medisch domein maakt. Ja. Waarbij dus, nou ja, dat zie je nu heel sterk, hè, de hele geboorte een totaal medisch gebeuren is geworden. Waarbij het sterven medisch gebeuren is geworden. Steeds minder mensen sterven van ouderdom. Iedereen sterft van aan de ziekte. Dus hij laat heel duidelijk zien dat hoe meer medici er zijn, hoe meer ziekten er ook zijn. En het rare is, want ik heb dat uitgezocht voor het Financieel Dagblad. Sinds de jaren 80 hebben wij 2 keer zoveel artsen per 100.000 inwoners in Nederland. Dus de zorgvraag, het volume van de zorg is enorm toegenomen. En dat betekent dus ook dat, dat wij... Zijn we ook vergrijsd natuurlijk, hè, zou je kunnen zeggen. Maar dat is het niet alleen. Dat is het niet alleen. Het is ook dat er steeds meer medische handelingen bij zijn. Nee, maar dat zie je ook. Het is gewoon ook een industrieel complex, om het zo maar te noemen. Ja, dat vind ik een te grote term. Het zijn allemaal bijzonder goed bedoelende artsen die met elkaar... Nee, maar daarom noem je het ook een complex. Het zit niet op het niveau van de moraal. Ja, maar het is geen industrie. Het is een samenwerking van mensen. Het is ook een industrie. Het is ook een industrie. Er worden de technologieën ontwikkeld, die worden geïmplementeerd, die worden uitgerold, er wordt geld aan verdiend, er wordt geïnvesteerd. Het is ook een industrie. En dat betekent niet dat maar kijk, bij het woord industrie lijkt het alsof het één ding is wat uitgerold is. En dat is het niet. Het zijn gewoon heel erg veel componenten die met elkaar samenwerken. Ik zou veel meer aan Foucault zeggen van er zijn allerlei machtswerkingen, allerlei processen die op elkaar ingrijpen, die met elkaar ervoor zorgen dat er steeds meer geneeskunde is en steeds meer medisch mogelijk is. Nou, zo versta ik het complex ook, hoor. Overigens, maar er zit dus niet een of ander kwaad genius achter of een complot of wat dan ook. Het is echt... Zo zou ik hem ook helemaal niet opvatten. Maar het complex heeft wel laten we zeggen, tendeert samen wel naar een bepaald soort beweging. En dat is inderdaad dat je veel meer geld investeert of veel meer mensen aan het werk zet in deze sector. Ja, wat ik op dit moment lastig vind, is dat je ziet dat er veel geld wordt geïnvesteerd in het bestrijden van Alzheimer, kanker, hart- en vaatziekten. En dat het geld wat geïnvesteerd wordt in de zorg vele malen minder is. En dat is heel paradoxaal, want dankzij al die behandelingen voor kanker en noem maar op, gaan mensen steeds langer leven. Ja. Maar we hebben niet de zorg in huis om voor die mensen te zorgen. Als je dan realiseert dat de overheid de verzorgings- en bejaardentehuizen vrijwel geheel heeft afgebroken. En er ook nu al enorme tekorten zijn in de wijkverpleging, bij de huisartsen, in de verpleegzorg. En mensen steeds meer ertoe gebracht worden om thuis te blijven. En dus ook thuis oud te zijn en thuis te sterven. Dan zie je gewoon van daar is een steeds grotere groep ouderen die alleen thuis woont, waar onvoldoende zorg voor is. En waar we niet uitgebreid, ook niet financieel, maar ik bedoel, laten we wel wezen, ook personeel technisch hebben we dat niet voor elkaar. Maar daar zie je mensen precies dat complex in. Want in die, dat hele voortraject, dat is namelijk een technologisch, financieel, aantrekkelijk model. Je kunt er steeds nieuwe dingen op ontwikkelen. Maar puur de zorg, het behandelen van iemand die 85 is en die Alzheimer heeft, dat is mensenkracht. Dat is puur alleen maar mensen, daar valt niks meer aan te verdienen. Dat zijn puur uitgaven. De rest, tuurlijk. Nou ja, je hebt handen nodig. Ja, handen. En handen. Ja, ja. En geen industrie. Ja. Dit is echt dienstverlening. Ja. In een hele belangrijke, mooie vorm ook. Hè? Want het kan heel maar belangrijk. Kijk, het is niet alleen de industrie. Het is ook echt zo dat we, doordat de groep ouderen steeds groter worden. In 2050 is een kwart van de mensen is 65 plus. Rondom elke 65-plusser staan er maar 2 of 3 mensen die tot de beroepsbevolking behoren. En die 2 of 3 mensen moeten en de politie en het onderwijs en de zorg. Nee, maar ik vind ook, dat is ook helemaal terecht dat je dat, hè, want je hoort iedereen we moeten dus migratie alleen, dat is alleen vooruitschuiven, want het herhaalt zich, dat probleem. Ja. En we moeten inderdaad op een andere manier met ouderdom omgaan,
met dat samenleven, met mensen die ook op bepaalde manieren gebrekkig gaan worden. Of ja. Wat wij dan er zal op een of andere manier een maatschappelijk bewustwordingsproces moeten optreden, waardoor er draagvlak komt voor het idee dat we op een andere manier met die ouderdom en de sterfelijkheid om moeten gaan. En daar stuit je op taboes, omdat het enerzijds mensen zeggen van, ja, maar we moeten alles uit de kast trekken om te zorgen dat mensen zo lang mogelijk leven. En we moeten als samenleving ook zorgen dat die mensen alle zorg hebben, terwijl we de handen waarschijnlijk niet hebben. Maar dat vond ik ook weer de ironie rond die kwetsbaren. Tijdens de coronapandemie zijn bij uitstek die mensen dus in dat beginstadium uit het oog verloren. Ja. Dus dat zie je niet alleen in Nederland. De helft van de mensen die is overleden aan COVID in verpleeghuizen. De aandacht naar de IC's ging. Ja. 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 Ja, en daar zie ik wederom dat complex in. Maar dan moet je ook realiseren dat waarom hebben we uiteindelijk geen code zwart in Nederland gehad voor de IC's? Omdat heel veel huisartsen zijn gaan investeren om gesprekken aan te gaan met mensen. Eigenlijk in wat ik hier ook voorstel, van ja, wil je nou werkelijk alles uit de kast halen om te voorkomen dat je aan een infectieziekte overlijdt? Ja. En die stuiten geregeld op boosheid. Hm. Met name eigenlijk in het publieke domein, want in het dagelijkse gesprek blijkt het toch vaak wel mogelijk dat mensen zeggen van, nou, ik vind het eigenlijk oké om te sterven. Ja. Maar dat wordt vaak geïnterpreteerd als dat wij ouderen verwaarlozen of dat we ze dood willen hebben. Terwijl ik denk, nee, het is zo goed om dat gesprek aan te gaan. En daarin zijn we als Nederland eigenlijk ook vooruitlopers of voorlopers. Ach, nee, want bijvoorbeeld in Duitsland wordt dit gesprek überhaupt niet gevoerd. Nee. Daar wordt alles ingezet om mensen medisch bij te staan. En dan denk ik van, ja, dit is een kracht van Nederland. En daarmee vind ik bijvoorbeeld zo'n documentaire als van Floor Haak over dat je het ook in eigen hand kan nemen en ook zelf kunt besluiten van, nou, weliswaar als je al behoorlijk oud bent en je conditie niet goed is, van ik ga stoppen met eten en drinken en ik probeer op een natuurlijke wijze te sterven. Ik denk van, het is zo typisch Nederland dat wij op zoek zijn naar dit soort manieren van hoe kun je eigenlijk goed sterven? Hoe kun je het gesprek daarover voeren? Welke rol kan de arts of de huisarts daarin hebben? Wat is de rol van het relatief nieuwe vak van de palliatieve zorg? Die in plaats van dat je helemaal klaar staat om nog eens te behandelen, zegt van nee, laten we nou eerst eens het gesprek aangaan van wat wil iemand eigenlijk? En alleen al de vraag, als iemand een ongeneeslijke ziekte heeft, van het is nu duidelijk dat jouw tijdshorizon korter is, hoe wil je eigenlijk dat die ingevuld wordt? Dat is al zo'n belangrijke vraag, want dan zet je ook als arts mensen op het spoor om zich te realiseren van, ja, wat wil ik eigenlijk? Hoe kan ik die laatste fase betekenisvol maken, waardevol maken? Je bespreekt hem hier niet in je boek, althans niet uitvoerig. Maar we hebben natuurlijk ook in die coronaperiode wel gezien hoe ouderen, zeker in verpleeghuizen, natuurlijk helemaal geïsoleerd werden. Maar ook degene die op de IC terechtkwamen. Dus dat, ik vond dat echt een, als je het hebt over esthetiek met een ethische component. Of bijna hoe die. Ik vond een soort gruwelijke atmosfeer vanuit gewoon, zeg maar, die steriele, vereenzaamde omgevingen waar kinderen niet meer bij hun vader of moeder op bezoek komen of onder zeer strikte voorwaarden. Daar hebben we het natuurlijk ook over, dat wil zeggen, hoe te sterven. De rituele context. Ja. En hoe we die op een bepaalde manier vertechnologiseerd hebben en daar weinig, gewoon de aanraking eigenlijk al niet meer als iets meenemen wat voor een mens van levensbelang kan zijn. Nou, dan moet je wel realiseren dat de meeste mensen, als ze tegen het levenseinde aankomen, niet meer in het ziekenhuis liggen en naar huis gestuurd worden. En dan onder begeleiding van de huisarts, als het goed is, overlijden. Maar dat was dus in coronatijd precies en niet. En dat is met IC'en inderdaad niet. Nee. En in verpleeghuizen, wat toen gebeurde, is dat ook niet zo. Want de mensen werden ook geïsoleerd. Ja, precies. En daarin, maar
Ja, kijk, het vergt dat... Denk je dat we nu door dat gesprek, door discussies die zijn gevoerd... misschien toch ook wel de balans die enigszins wordt opgemaakt... Dat we dat een volgende keer niet zullen doen? Denk je dat er iets veranderd is in die mentaliteit? Ik denk wel dat mensen aan het denken gezet zijn. Als ik zo om me heen kijk, zie ik dat veel meer mensen het gesprek aangaan over hoeveel is het me inderdaad waard om nog meer behandelingen en maar langer door te gaan. Dus ik denk wel dat het impact heeft. Ik denk ook dat, omdat het nu de generatie babyboomers die is, die aan deze komende decennia gaat overlijden, dat is een generatie die erg van de zelfregie is, dat het kan zijn dat ze die verbeelding waar ze allemaal hun mond over vol van hadden in de jaren 60, dat ze die gaan gebruiken om dat sterven op een nieuwe manier vorm te geven. Maar ik weet niet zeker of dit mijn hoop is of dat het ook werkelijk zo is. Het zou me niet verbazen als we die COVID-19-epidemie iets van een omslag teweeg brengt, waardoor die sterfelijkheid weer zo aanwezig is geweest dat we daar meer over gaan nadenken. Het kan ook zijn dat het binnen de kortste keren weer voorbij is. Ik vond dat na de AIDS-epidemie zag ik van dat is dan toch... zodra die combinatietherapie er was en mensen niet meer... Het is een chronische ziekte werd, zie je dat bewustzijn over de sterfelijkheid ook weer snel verdwijnt. En mensen denken van, maar de geneeskunde kan ons altijd weer redden als we voor de dood staan. En dat die voortdurende hoop, die dwang of die drang van, die geneeskunde kan ons toch weer iets, heeft ons vast weer iets te bieden. Die maakt op een of andere manier dat bewustzijn van de sterfelijkheid ook weer heel snel naar de achtergrond gaat. Ik hoop zomaar dat, omdat er gaan steeds meer mensen sterven. In 2050 is het 200.000 per jaar in plaats van 150.000-160.000 per jaar. Waarvan veel mensen ook, denk ik, toch zullen nadenken over het sterven. Het zou me niet verbazen als er ook heel veel nieuwe literatuur, nieuwe films, nieuwe programma's. En dan kijk ik ook weer heel erg naar de kunst en cultuur, die natuurlijk enorm zijn belemmerd de afgelopen 2 jaar. Die kunnen zo'n enorme rol spelen om juist die sterfelijkheid ook weer te laten zien. Te laten zien wat het belang is. Je refereert al aan als een documentaire bijvoorbeeld. Natuurlijk heel grensverleggend is. Ja. Je bedoelt die van over Floor Haak. Ja. Ja, ik was echt... Ik was zo diep onder de indruk. Ik kan me niet herinneren dat zoiets ooit vertoond is in Nederland. Ik moest erg denken aan de eerste film over vrijwillige euthanasie, waar een man op televisie liet zien hoe dat ging. Begin jaren 90 was dat, als ik me goed herinner. En ik dacht, zo'n soort film is dit ook. Het is voor het eerst dat je ziet dat iemand helemaal dat zelf dat besluit heeft genomen en met zijn familie zonder medici... Er zit wel heel af en toe een arts eventjes die een pilletje moet geven. Maar in principe doet hij dat helemaal zelf met zijn eigen omgeving. En dat zou wel eens kunnen zijn dat dit voor mensen een triggermoment is, wat maakt dat ze werkelijk anders over het sterven gaan nadenken. Ja, goed. In ieder geval lever jij daar met je boek ook een bijdrage toe. Ik wou je in ieder geval hartelijk danken voor het mooie gesprek. En ik ben heel benieuwd hoe de komende jaren zullen verlopen. Of jouw hoop bewaarheid wordt. Of dat we opnieuw zullen zien dat misschien toch de beheersingsdrang zo om zich heen grijpt. Dat we wederom met de nare kant van onze moderne samenleving geconfronteerd worden. Ik heb goede hoop, want we blijven mensen en mensen kunnen denken over alles. Zeker. Dat heb jij in ieder geval gedaan. Dankjewel. En ongetwijfeld zien we elkaar ook aan deze tafel, Deo voor Lente, wel weer een keer voor een goed gesprek. Dankjewel. Beste kijker, als je meer van dit soort uitzendingen van De Nieuwe Wereld wilt blijven volgen, abonneer je dan op ons kanaal.